Hoi allemaal, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Toevallig is Daphne Trapdoor nu ook live. Dus we gaan zometeen even joinen. Maar eerst wil ik natuurlijk naar de bazaar, want er is een bazaar. Ik heb eigenlijk verder niet het nieuws gelezen. Alweer, sorry. Laten we gewoon even kijken. Ik weet wel dat er gewoon een sale is. Volgens mij nieuwe sets, maar ik weet niet of ik die kan kopen. PvJ op starten hoeven. Oh, er is een nieuwe wedstrijd en de markt is terug. Trakenner, Halflinger, Mustang en Arabier. Ik denk dat ik de Trakenner ga kopen, want ik heb ze verder allemaal al. Of ik moet een Mustang willen kopen, of een Arabier, of wat dan ook. Set herfstbladeren. Nou, is die nu dan dus hier of zo? Of... Even kijken. Oeh. Ik ben heel benieuwd. Hij moet alleen even laden. Dus wachten we volgende week. Het grote griezel-evenement komt er weer aan. Halloween komt eraan, jongens. Oh, ik heb er echt zin in. Dan wordt er waarschijnlijk ook alweer een grote video. Maar, anyways. Deze trui is leuk. Maar, we gaan het niet kopen. Oké, we gaan even kijken. Ik zet gewoon eerst alle paarden neer die ik wil. Ik heb deze. Die heet Yellow, volgens mij. En ik vind... Ik weet het niet, maar ik heb echt wat met deze twee. Ik vind ze heel cute. Dus ik zet deze gewoon even neer. Maar dan wel een andere maanstijl, zodat het niet lijkt op een Halflinger. Want dat vind ik eigenlijk wel grappig. Hebben ze ook korte manen, sportkoep? Volgens mij niet. Dit is ook schattig. Maar dan doe ik nieuwe knatjes. Dit vind ik wel schattig. Oké, dan gaan we even kijken. Want ik vind een Mustang ook wel heel leuk. Ik heb deze. Eigenlijk een beetje spijt van. Ik had liever deze gewild. Of deze. Maar er is dus een nieuwe Mustang volgens mij. Of is die in een speciaal evenement? Ah nee, volgens mij is die op een speciaal evenement. Dat is jammer. We gaan sowieso geen Mustang kopen. Nou, de Trakenners. Die vind ik wel leuk eigenlijk. Ik vind deze wel leuk. Maar ik vond de zwarte ook leuk. En ik vind deze ook leuk. En ik vind die ook leuk. Dus ik weet niet welke ik wil hebben. maar goed, dat heb ik heel veel. Op zich is het ook leuk om een zwart paard te hebben. Want we hebben nog niet zoveel. Ik heb een Arabier. Ik heb deze. Maar ik vind deze ook heel erg leuk. En ik vind deze heel erg leuk. Ja, maar ik ga in ieder geval geen Arabier kopen. Ik denk echt dat het de Trakenner wordt. Dat vind ik ook wel fijn, want nu heb ik weer een paard om te trainen, want dat had ik niet meer. ik vind deze ook wel leuk, maar ik vind hem een beetje simpel. Deze wil ik echt niet, want die lijkt heel erg op mijn starter. Deze vind ik wel leuk. De zwart is ook leuk. Waarom zulke lelijke manen? Maar ik vind deze ook heel schattig. En deze vind ik ook leuk omdat hij vlekken heeft. Oh, ik weet niet welke ik wil kopen. Oké, ik ga heel eventjes iets maken voor mijn vrienden. Oké, moet ik of deze kopen? Dus net doen we die gewoon even de bonte, de donkerbruine, de zwarte, de vos. Of deze, maar ik denk dat mijn voorkeur toch naar de vos gaat. De zwarte, donkerbruine of de bonte. Dus welke moet ik kopen? Die heb ik eventjes naar Night Butterflies gestuurd. Een appgroep. Zien we hier al Trakenners? Volgens mij niet, hè? Kijken. Toch vind ik deze Mustang ook wel leuk, hoor. Maar ik ga geen Mustang kopen. Ten eerste zijn duur. En ten tweede, ik heb er wel eentje.
beetje lastig. We gaan heel even kijken waar Daphne is. Oké, ik heb er live er ook bij. Oké, ze is nu bij Starshine Hoeve. Maar ik wacht nog even op een reactie van welk paard ik moet kopen. Ik kan natuurlijk ook weer het rad laten bepalen, want ik denk niet dat er iemand gaat reageren. Het rad van Fortuin. Ik vind deze wel heel schattig. Oké, we gaan eventjes kijken. We moeten eventjes de naam invullen natuurlijk. Oké, we gaan dus of voor Vos, maar ik twijfel daar ook een beetje over. Zwart vind ik wel cool op zich. Vos, zwart, donkerbruin. Apond. Ik twijfel. We zetten hem er gewoon bij. Oké, ik ga draaien. Het is Vos. Wat ik hem kopen? Ik ga waarschijnlijk weer vals spelen, jongens. ik weet het niet. Oh, waarom is het altijd zo lastig een paard kiezen? Ik vind de zwarte ook wel wat hebben, want ik vind zwart ook gewoon wel een keertje mooi. Maar ik heb ook niet echt een donkerbruine en deze vind ik wel echt mooi getekend. En bont? Ik weet niet. Ik koop deze denk ik, want die lijkt een beetje op mijn favoriete manegepaard. Pavarotti. Paardennamen van... Paardennamen van Star Stable. Ik vind Sol wel een hele leuke. Winterharmonie. Blue. Blue is leuk. Kun je hem ook Flow noemen? Dat vind ik namelijk echt heel schattig. Flow. Nee. Dan noemen we hem Blue. Blue. Bluetje. Dat pakketje die ik ooit had. Zal ik dit doen of moet ik de zwarte? Ik twijfel. Oh. Ja, hij is ook een beetje... Maar ik vind het jammer dat hij dan weer geen niks op zijn hoofd heeft. Dus ik vind... Zijn hoofd dan weer niet zo. Moet ik de donkerbruine trakenner... Kopen of een andere. Okay, iemand zegt dat hij leuk is. Dan doe ik de donker. We doen de donkerbruine. Door deze. Ja, deze vind ik toch wel schattig. Ik weet het niet. Ja, nee. Ik moet. Ik heb geen keus. We doen blue. Bluetje. Het is een jongen. Mary, ja. Koopaard. Ja. Je moet er soms echt niet te lang over nadenken, maar we hebben hem gewoon gekocht. Welkom, Blue. Oh ja, ik heb mijn stand-update gegeven. Let's go. Paard nummer 3. Ja, ik ben weer een beetje laat, want ik was een beetje laat uit school. Even kijken naar de update van Daphne. Oh, ze zit verstopt. Oké.
Nou, gaan we een nieuw paard pakken. Even een setje, want ik denk niet dat dit gaat passen. En daarna gaan we dan haar zoeken. Want het... Oh ja! Ik was ondertussen alweer vergeten, jongens. Kijk hoe leuk mijn stal is. Ja, dat is waar, ja. Ik had Summe Air natuurlijk al. Die lijkt ook... Dat is ook een vos. Oh, maar... Mijn Celebrate Dollar, volgens mij, die lijkt er ook op. Nou, we gaan hem in ieder geval denk ik even in voor Scary Tsunami. En kijk, Francie is bijvoorbeeld nu ook een hele aparte kleur in mijn stal. Dus dat vind ik natuurlijk ook wel leuk. Waar sta je, Blue? Hier is Blue. Ik hoop eigenlijk dat hij dat tuig, speciale tuig, op kan. Want ik denk dat het panther setje heel leuk gaat staan. Ik hoop dat hij deze peesbeschermers om kan. Want die zijn echt mijn besties. Die peesbeschermers, ik ben er echt fan van. Oh, wacht, dat is volgens mij het holle bos. Maar waar in het... Oh, waar ga ik naartoe? We zetten hem in ieder geval even iets meer vooraan, denk ik. Even ruilen met Summer Air. Sorry, Summer Air. Maar kijk hoe mooi die stallen ook zijn. Even een level up. Ik heb er best wel veel starcoins voor uitgegeven aan deze stal. Ik ben deze week echt 1000 kwijt. In 2 dagen ben ik al 1000 kwijt. Want ik heb gisteren volgens mij een stal upgrade gedaan. En nu heb ik dus ook weer een paard gekocht van 400. En ik heb 1000 gekocht. Dus ja, beetje zonde eigenlijk, maar ik denk, nu kan ik de stal veranderen. Misschien later niet meer. Nee, hij kan helemaal niks. Oh, wat is hij leuk. Hij is wel slank, moet ik even aan wennen. Ik denk dat ik maar eventjes dat zadel moet gaan kopen, maar ik heb geen Jorvik shillingen omdat ik die stal upgrade heb gekocht. Ik kan ook zwart tuig doen, maar dat vind ik veel minder leuk. Lalamor. We hebben wel dit zadel. Ach ja, we doen het gewoon. Kan hij dan wel dat hoofdstel? Nee, ook niet. Is dit nou weer? En welke tuig moet ik om? Ik vind het hoofdstel wel leuk. Ik vind het helemaal prima. Nou, we hebben dit. Oké, nu gaan we dus denk even Daphne opzoeken. Oké, ze is nu dus bij het Hollebos. Ze heeft de locatie wel een beetje vrij staan, om het zo te zeggen. Maar ik ga het nu denk ik niet zoeken, want ik denk dat ik dan weer Jorvik Shillingen kwijt ben. Ik vind hem heel leuk. Ik vind hem ook heel leuk lopen. Ik vind ook dit tuig, maar dat vind ik minder mooi. Weet je, we zoeken er wel gewoon. Ik weet niet hoe lang nog wat duren, maar... Ik weet niet, ik heb mijn telefoon aanstaan. Met het geluid van haar op de achtergrond. Oh nee, ze loopt weg. Oh nee, ze laat blijven staan. Oké. Oh kijk, er staan allemaal mensen bij de trailer. Oké, maar we gaan haar nu in ieder geval opzoeken. Ik denk dat ik er wel kan vinden, want ik ken het Holle Bos vrij goed. Oh, ze komt ons in onze richting, dus dan weten we dat ook gelijk. Maar ze gaat ergens omhoog. Volgens mij kom ik hier zo meteen tegemoet. Of niet? Nee. Of wel? Waar gaat zij naartoe? Oh, wacht, ze gaat naar Druïde Rijbak. Ik denk dat ze naar de trailer daar gaat. Oké, we zijn er. Kampioenschap van voor Pinta. Oké, ze is hier als het goed is nu dus. Dus waarschijnlijk zien we er zo meteen. Sta ik erop? Sta ik op? Oké, waar gaat ze naartoe? Ik zie mezelf nog niet voorbij gaan, maar... Even kijken waar ze naartoe gaat. Oh... Mijn paard draait niet meer. Oh, nu wel.
Oh, ik loop zo erg vast. Dat is wel het nadeel hoor, als je met haar gaat livestreamen. Spring. Goed zo. Oh, ze is er al uit. Oeps. Rennen beest, ik wil mezelf een keer zien in die video. Ik heb geen idee waar ze is. Oh, wacht, nu rent ze weer terug. Very good, very nice. I can't see her. Ik heb hem zelf ook echt nog steeds niet gezien. Oh, er zit daar een ezel. Maar daar kan je niet komen. Ja, je kan er gewoon niet komen. Ik snap niet, eigenlijk niet dat Star Stable missies doet waar je soms niet eens bij kan komen. Dat heb ik echt al heel vaak meegemaakt. Doen ze missies waar je dan niet eens bij kan komen. Ik zit nu mee te wachten wanneer ze weer wat gaat doen. Maar we hebben dus die race en Starstein hoeven we ook nog niet gedaan. Maar ik denk niet dat we die nu gaan doen. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Ik wil heel graag nog een keer een paint. Want die heb ik dus ook nog steeds niet. En die wil ik echt heel graag. Oeh, plantjes. Plantje. Oké, waar gaat ze nu naartoe? Voor Pinta. Voor Pinta. Ik vind het wel heel grappig dat ze nu ook online is. Ik ga even wat drinken. Ik loop echt vast. Oh, natuurlijk, het kampioenschap. Hoe lang duurt dat nog dan? Oh, 1 minuut. Ja, ik denk niet dat ik ga winnen, want ik ben met een level 2 paard. Oké, nog 1 minuut en 10 seconden staat er bij Daphne, maar volgens mij hebben wij dus nu korter. Kijk, we hebben nog maar een halve minuut, dus de livestream loopt wel een beetje achter. Hallo, mag ik dan die race doen? Emma Lava stil. Oh ja, met haar ben ik ook een keer op de foto geweest en heb ik ook nog met haar gechat. Was leuk. Volgens mij had ik haar toen ook even vriend, maar dat weet ik niet meer. Waar staat Daphne? Want ik wil haar even een keer zien. Oh, hier gaat ze weg. Doei doei. Ik ga maar gewoon even wat rondjes lopen. En dan zie ik vanzelf wel. Of ik mezelf zie. Oh, ik ben net op tijd. Zit ik bij Daphne? Want dan ga ik echt gillen. Even kijken. Oh, ik zit bij Daphne! Ik loop enorm vast. Zullen we eens even kijken of we een Daphne kunnen winnen? Nou, ik vind het heel grappig, want kijk. Zoe Winterson. Oké, we gaan eventjes een rest heel even snel op negeer zetten.
Want dan kan ik eventjes een foto maken met Daphne. Oh nee, dit gaat nooit lukken. Even heel snel een foto. Jeet. Hoppa. En dan kan ik er gewoon even een pijltje bij zetten. Daphne loopt wel nog vast. Oh. Waarom is iedereen in één keer zo snel weg? En ik niet. Oké, de livestream loopt wel achter. Dus dat is een beetje jammer. Oké, dat ging echt net goed. We staan nu 14e. En ze staat nu 6e bij mij. Oh nee. Daphne staat nu bij mij. Ik zie er niet staan. Oh, ik zit hier. Oh, shit. Sorry. Mag eigenlijk niet schelden, hè? Kom op. We kunnen het. Woe! Oh, ik zie er rennen daar zo. Oh nee! Paard. Ik glij je helft uit. Het zou leuk zijn als we precies naast haar kunnen lezen. Zullen we dat even proberen? Het lijkt me wel heel grappig namelijk. We zijn er bijna. Kijk, ze gaat daar naartoe, kom. Ik denk niet dat ik er ga inhalen. Mijn paard snapt het niet zo snel en vooral niet als ik zo vast loop. Er zijn nu al mensen binnen. Mij gaat dit nog wel even duren. Ja, ze is het. Want hier, als ik die live kijk, liep er ook een haflinger voor. En dat is die haflinger. Die loopt dus nu ook bij Daphne. In de livestream. Normaal ben ik hartstikke goed in champ. Maar ik heb geen blij paard. Ik loop vast. Nou, mijn paard is wel blij, maar hij is level. Ja, hij is heel laag level. Kijk hoe erg ik vastloop. Oké, deze boost moeten we wel even pakken. Very good, very nice. Oh, ik was de laatste. Oepsie, oepsie. Nou, ze staat hier ergens. Ik zie er even niet meer. Mijn paard is in ieder geval level 3. Yo, gaan we nog wat doen? Hallo! Ik wil gewoon mijn paard een level hoger. Nou, ik denk dat ik zo te gaan stoppen met lullen. Volgens mij is de video best wel lang. Nou ja, we hebben er in ieder geval gezien. Oh, daar loopt ze. Daar loopt ze. Geen andere spelers verbergen. Nee, ze is weg. Ze is weg. Ik zie haar niet meer. Nou, wij gaan in ieder geval nog eventjes naar het middeleeuwse festival ding. Oh, daar. Oh nee, dat is iemand anders. Oepsie. Dit is niet normaal zo erg dat ik vastloop. Nou, ik ga de live van Daphne even wegdoen. Oh, ik loop zo hard vast. Dat is niet normaal. Dank je.
Heb jij mij in de video van Daphne gezien? Laat even weten in de reacties. Dat vind ik wel grappig. Want ik heb mezelf eigenlijk niet gezien. Maar ja, ik was natuurlijk ook bezig met twee schermen. Waar is Daphne? Kijk door livestream. We gaan even naar het middeleeuws toernooiveld. Want volgens mij is dit ook de laatste week. Ja, want volgende week komt het Halloween festival in de zin. Ik hou er echt heel erg van. Ik heb hier trouwens wel niet gekregen. Maar het is hier altijd koud op mijn kamer. Ik was gisteren ziek, helaas. Iedereen is echt ziek volgens mij rond deze tijd. Maar ik was dus ziek. Ja. Maandag was ik ook al ziek naar huis gegaan van de school. Mijn hoofd barstte bijna uit elkaar. Zoveel hoofdpijn had ik. Dat was echt niet normaal. Eerst oefenen, want ik weet niet wat het parcours is. Want het is een paar keer een ander parcours. Volgens mij gaat hij daar naar beneden. Ja, ho. Ja, kerst komt er volgens mij ook alweer bijna aan. Of dat valt nog mee? Volgens mij valt het nog wel mee. Eerst Halloween. Ik hou echt van Halloween Star Stable. Maar inderdaad, het begint wel een beetje saai te worden de laatste tijd. Toen ik begin Star Stable speelde, was het echt helemaal van, oh wauw, ik kan dit gewoon meemaken. Eerst dat ik het alleen maar op filmpjes gezien en zo. En nou kon ik het dus gewoon helemaal meemaken. En het was echt een droom dit spel te hebben. En nu heb ik het eindelijk. En kijk hoe ver ik nu ook ben. 110 abonnees of zo. Of 210. 209 volgens mij nu. Wel een beetje jammer, zit iemand de hele tijd abonneren en dan weer af te abonneren. Heel irritant. Blijf geabonneerd of volg me niet. Mijn oma heeft me een appje gestuurd. Waarschijnlijk hoe de eerste schooldag weer was. Oh, het gaat een stel omhoog. We hebben nog een halve minuut, dat is echt lang. Maar ik ben er al bijna. Kijk, ik ben er al. Woehoe! Wee! Ik heb trouwens al één lans. Hoppa! Hoe ver ben ik nu dan? Oh, ik heb er drie, oké. Okay. 4 dagen. Oh, hij is weg. Ik had namelijk hier al eentje vrijgespeeld, volgens mij de rode. Maar die is nu dus weg. Hier staan de drakenpaarden. Die vind ik ook nog wel leuk of zo. Mijn poppetje houdt wel weer de handen heel raar vast. Zoals je ziet. bronze butterflies. Night butterflies are beter. Kijken of leden we erin hebben zitten. 47. Nou ja, ik denk eigenlijk dat ik de video hierbij ga afsluiten. Ik vond het verder wel echt een hele leuke video. Ik vond het ook grappig dat ik ineens zag dat Daphne blij was. Dus ja, dat vond ik gewoon echt super grappig. Ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Like en abonneer als je dat niet hebt gedaan. En laat eventjes weten of jij Daphne hebt gezien. Of dat je mij in de video van Daphne hebt gezien. Ik vond het echt heel grappig. Ik vond het leuk. We hebben weer veel gedaan. En dan zie ik je weer in de volgende video. Doei!